Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van HCSMP. Zoals jullie zien ben ik al een stukje verder. Ik heb inmiddels al volledig iron armor en een iron zwaard. En daarnaast heb ik ook gewoon alweer wat diamonds gevonden. Ik zal het even laten zien. Ik heb inmiddels alweer 9 diamonds en een diamond pickaxe. Ik heb ook al een enderman gekillt, dus daar hebben we weer een pearl bij. En vandaag gaan we gaan teamen. En dat is best spannend voor mij, want ik ken deze mensen nog niet zo heel goed. Maar ja, zij willen op zich wel teamen. Dus ik ga nu naar Spawn, ik ga ze ophalen. En laten we dat maar even doen. En dan zie ik jullie zo als ik op Spawn ben. Hey allemaal, daar ben ik weer. Ik ben nu bijna bij Spawn, maar ik ben op weg tegengekomen een netherportal. Een beetje om erin te gaan. Maar weet je wat, ik kan het gewoon doen. Wat kan er fout gaan? Hey, kijk eens aan. We zijn op Spawn. Wat mooi. Nou, dan gaan we maar eens even door de poorten heen. Dan gaan we die andere mensen zoeken. Waar we mee willen gaan teamen. Want dat is de bedoeling. Eens even kijken. Ta-ta-ta. Even kijken hoor. Waar zijn ze nou? Hey! Hallo daar. Hey. Kijk eens aan, dit zijn de jongens waarmee ik dit seizoen ga teamen. Ik moet alleen nog heel even gaan regelen dat een tablet het gaat doen, zodat we ook op Skype kunnen praten. Maar dat is in ieder geval de bedoeling. En kijk eens aan. Ze hebben inmiddels ook al redelijk wat nette gear. Ze hebben al enchanted armor. Dus dat ziet er heel goed uit. Paardje. Ik kan hem nog niet killen op Spawn. Beetje jammer. Heeft wel weer level op. Dus even kijken wat het plan is. Dus even kijken of ze achter me aan willen komen, richting onze base. Zo. Oké, mooi dan. Gaan we in ieder geval heel even wachten op de dag. Dan wachten wij heel even op de dag en dan zijn we zo weer terug bij jullie. We zijn inmiddels op de rand van Spawn. En ik zal mijn koorts even uitzetten, dat is niet zo handig natuurlijk. En we gaan nu weer richting de base met z'n drietjes. Gezellig. Dus nou, laten we maar gaan dan.
Nu we nog daglicht hebben. Even bootjes maken, toch? Ja, dat kan zo bij het water wel. Dat is schitterend. Ik ben nog niet mijn nieuwe controls gewend, want ik heb nu een gaming muis en dan heb ik de springen en hoe heet dat? Speed heb ik anders, die zitten aan de zijkant. Maar heb je dan die keys op je muis zitten? Ja, ik heb... Is dat wel handig? Ja, een beetje. Ik druk dan meestal druk ik op spatie, maar ik ben Chinees. Oh, gaan we ergens anders een bootje maken? Het is vanaf hier. We kunnen op zich hier wel een bootje maken en dan hier een stukje doorheen varen, maar dit is best wel lastig, zeg maar. Om hier doorheen te varen met al die dingen. Oh, sorry. Ja, dus we kunnen best heel even hier linksom. Zo over het land. Dan zitten we niet in het water, dat is best wel gevaarlijk. Zeker op H6 mee. En dan. Dan kunnen we daarna gewoon een bootje pakken en dan kunnen we best een heel eind, volgens mij bijna tot aan de base kunnen varen. XP makkelijk. Mijn XP, nou. Oh. Ik heb 31 levels, dus ik moet dadelijk wel wat dingen enchanten. Oh, okay. Eens even kijken hoor. Laten we hier even langs gaan. Voordat ik die tafel klaar had ik bijna 50 XP. Nee. En mijn vader was een keer dood gegaan, maar toen had hij weer gekocht. Ik had het gehoord. Hey, appeltjes, ook altijd handig. Hey, papa, bij jou is mijn skin is Steve. Bij jou ja, dat is bij iedereen. Dat komt omdat de skin server op dit moment down is. Oh, ja. Ik heb hier een table. Kan ik even een bootje maken, als die er dan toch staat, hè? Ik zie bij mijn vader zie ik gewoon zijn skin en bij jou zie ik ook... Ik heb plek voor één bootje. Ja, drop maar gewoon. Ja. Moet je ook bootjes? Ik heb bootjes genoeg. Ja, ik heb een bootje nu. Eentje moet er nog zijn. Oké, laten we verder gaan. We kunnen niet te lang stil blijven staan. Ja. Wortel eten, nu heb ik 49. Netjes. Kijk. Ja. Eens even kijken hoor. Hé, hey, hout. Zappelen. Dat is wel handig. Even kijken hoor, let's go. Baantje boor. En net hadden we iemand Bartje boor. Ja, klopt. Het zijn jongens die spelen The Kingdom. En die zijn van het Rijk Bor, zijn die. Oh ja. Ja. Dus vandaar dat ze zichzelf ook zo genoemd hebben. Ja. Even kijken hoor. Jullie volgen nog? Ja. Oké, het is volgens mij wel een stukje deze kant op. Kijk hoor. Ja. Even wachten. Bij de desert in de buurt. Hey, een chicken. Boeien, we hebben toch niet. Even kijken hoor, volgens mij kunnen we nu hier zo het beste even op zoek naar water om over te gaan varen. Waar ben je hier als? Even kijken hoor, ik kom wel even terug naar de desert, naar de rand van de desert. Hier ben ik. Ja. Oké, wacht even met vader. Ja. Hij is een beetje traag. Ja, ik moet even Geef niet. Ik moet in de bar zitten. En nou, ik kan niet meer spieden. Wacht, ik ga maar eten. Je moet wel op tijd eten, want zeker als je zo open en bloot loopt, dan is het wel gevaarlijk als je dan iemand tegenkomt dat je niet je voetbal volledig hebt, dan regen je ook gewoon niet. Even kijken hoor, en ook dat soort dingen als je valt en zo. Je zit nu boven op de bomen. Dat is net een PvP hoor, dat geeft niet. Ik ben ook niet een van de beste. Nee, wel beter dan ons. Dat weet ik niet. Nou, we gaan het zien. Ik ben iets beter in nadenken over strategieën en zo. Dat is mooi. Dat is altijd handig. Even kijken hoor, hier komen we aan het water. Dus dan kunnen we mooi hier bootjes pakken. Je moet altijd een beest moet je altijd onder een lavapool hebben, hè? Dat hoeft niet per se hoor. Maar... Okay, ik stel voor dat we de bootje instappen. En dat we gewoon gaan varen. En dan komen we er vanzelf. Let wel op dat je niet tegen elkaar aanvaart, want dan gaat het bootje even kapot. En dat is best vervelend. Ja. Even kijken hoor, let ook op voor de lilypads. En voor de... Oh! Ja. Gewoon kapot. Ja, mijn boot is nu al kapot. Waar vaar ik nou wat tegenaan dan? Een lilypad. Dat kan niet, lilypads die vaar je nu gewoon stuk. Ik vaar ja, maar op... je bootje kan drie hits kan die hebben. Oh. Je kan een aantal lilypads kan je kapot varen en daarna gaat hij kapot. Dus ik ga ook heel even uitstappen. Zo, dan ga ik mijn bootje even oppakken. Hier
alles gaat kapot hier om me heen. Oh, lekker goed dolle. Oh, ja, daar is mijn bootje. Kom maar. En mijn bootje is weg. Oh, hier ligt hij. Bootjes is nog niet helemaal... Vergeet je bootje niet. Hij ligt rechts van je. Ik sla hem kapot. Hoe kun je een bootje meenemen? Hier, hij ligt hier op de grond, bij mij. Ja. Je kan, als je shift drukt, kan je eruit stappen. Ja? En dan kun je hem kapot slaan. Dan kun je hem weer meenemen. En maar moet het bootje nou eruit? Ja, want we gaan nu heel even een stukje over het land. Want hierachter ligt weer water. En dan kunnen we daar het bootje weer pakken en weer verder. Als het goed is, kunnen we dan een heel stuk over het water heen. Ik wil even mijn helm voor de gezelligheid. Dat zien we er allemaal uit als Steve. Ja. Even kijken hoor. Ja, het is wel redelijk deze kant op. Kom maar, nou is hij gespawnd van het bootje. Ja, dan kan het zijn dat hij net op een andere plek ligt. Bootjes op deze server zijn echt laggy. Ja, anders maken we zo wel een nieuwe. We hebben toch genoeg hout, denk ik. Dus dat komt wel goed. Ja. Even kijken, ook allemaal bloemetjes hier. Mooi, mooi stuk hier. Ja. Let op de gaten hier, dat je er niet in valt. Maar onze base was ook best wel dicht bij spawn, maar... Dat was gewoon... Ja, dat is blokken. We moeten de kant op aan het gaan. We moeten deze kant op. We moeten hier overheen. En daarachter ligt het water, als het goed is. Zit jij in een acacia swarm? Of zoiets? Nee. Waar dan? Volgens mij gewoon een taiga. Oh. Okay. Ja. Even kijken hoor. Maar zullen we de volgende keer tegen Darkest Try vechten in plaats van Zero Russia, want die is wel iets te goed. Nou, ik denk dat Darkest Try ook wel redelijk goed is hoor. Daar moet je wel echt wel voor uitkijken. Ja. Ja, er zijn mensen die ik niet. Maar hij gaat gewoon veel te snel, dat komt. Klopt. Jullie zijn gewoon van het boogschieten en zo. En hun zijn echt gewoon gelijk erop af. Yep. De boog speed potions. Yep. Ja, gebruiken we ook wel heel. Ah ja, hier is het inderdaad. Ik zie het alweer. Dat lavastroompje daar rechts. Daar is het water alweer. En dan kunnen we weer een mooie de goede kant op. Als jullie richting die lavastroom lopen, niet erin, dat is niet handig, maar richt die richting op, dan zijn we in principe aan het water en dan kunnen we vanaf daar gaan varen. En dan varen we, als het goed is, zo in één keer naar de base toe. Is in het water dan? Naast het water, net aan de kust, zeg maar. We hadden de base ook aan de kust en er kwam nooit iemand langs, maar hij is vannacht wel gereed. Ge-X-reed, hè? Dat kan echt. Ja. Ja, want, ze konden precies de blokken slaan waar ze moesten slaan. Dus, ja, want... Ik moet even een kistje neerzetten, echt maar, één momentje. Want er was ook... onze kist die we hadden begraven was ook... Ja, en buiten, ik had ook wel een beetje kisten begraven. En precies, ze konden precies zien waar alles was. Dus, wat vervelend, ja. Ja, en ik had een reedfarmtje, die was al eerder gestolen. Maar gelukkig hadden we alle waardevolle spullen bij ons. Okay, ik heb nu al van Cold Horse Armor en vader Dia. Nice. Wat? Dat is netjes. Ja, echt hè. Je ligt... Ik heb twee ladder voor je. Ik ben een mindshift. Ja, ik heb net ook de ladder opgepakt van een koe die ik opgeslagen heb. Ik ben hem alleen kwijt in mijn inventory. Geen idee waar die is. Ik ben hem al kwijt. Oké, laten we gaan. Ik ben slecht in Engels. Dan ga ik heel even de opname stoppen. Want dan gaan wij even een stukje varen. En dat zou een beetje raar zijn als wij... ik moet wel de coördinaten kunnen zien van de basis natuurlijk. Dus ik ga even de opname stoppen. En dan zien we jullie dadelijk in de base. Ja. Yeah. Yo. Yo. Hallo allemaal, daar zijn we weer. We zijn inmiddels veilig aangekomen in de base met z'n drieën. En we zijn... We gaan maar eens kijken wat we hier wat moois van kunnen maken. We hebben inmiddels ook al een enchanting table. Dus daar gaan we nu ook wat leuks mee doen. Dus ik ga er even wat leuks mee doen. Ik ga even mijn armen enchanten. Dat is wel op zich wel handig. Dan ga je toch alleen maar iron armen hebben. We beginnen gewoon lekker met het zwaardje. Eén leveltje. Hoppa, een breking. Slecht. Protection boots. Die zijn lekker. En protection leggings. Protection chestplate. Oh, awesome. En protection helm, kijk. Dat schiet alweer op.
Full protection! Yes! Mijn boog laat ik lekker zo, want ik heb toch nog maar 5. Ik ben de hele tijd in F5 omdat ik een Skype bericht heb. Ik moet zeggen dat ik niet kan. Oké, ik heb hier ook al een stukje naar beneden gegraven. Ik ben hier al een soort trapmijntje begonnen. Ik ga jullie even laten zien. Als jullie mij volgen. Oké, okay, verder gaan. Oh fuck, ik heb een koorts aan. Je mag geen fuck zeggen. Ik zou zeker je koorts niet aan hebben als je aan het recorden bent, vriend. Ja, ik knip het er wel uit. Kijk, ik heb hier een mooi gangetje gemaakt. En ik kan die gangetjes gaan uitminen. Voor op zoek naar diamonds. Ah, we hebben nog niet zoveel views, hè? Je bent een beginnetje aan het maken. En ja, dan, ja, het begin van de stripmine. Ik stripmine altijd zo dat je zeg maar een gangetje hebt van 100 blokken lang. En dan drie blokken verder heb je weer een gangetje van 100 blokken lang. En dan zo mine je dus dat hele stuk mine deelt het uit. En je hebt hier alle eisen vergeten? Ja, ik heb alleen maar ingangetjes gemaakt. Oh, ja. Ik heb nog helemaal niks meegenomen. Dus ik heb gewoon ingangetjes gemaakt en dan... Kunnen die dingetjes gewoon verder gaan uitgraven. Maar ik denk dat we begin maar gewoon met het wat leuker maken van de basis zelf. Het is natuurlijk nu maar een beetje een klein claustrofobisch hokje. Dus we kunnen mooi even wat gaan uitbreiden en dan ook de sugarcane gaan planten. Want dat is ook wel handig natuurlijk, als we die krijgen. Dat is wel handig. Ja, ik heb er zelf nog 4, hè. Dus, dan gaan we die gewoon planten en dan wordt het vanzelf veel meer. Komt helemaal goed. Dus even kijken, dan gaan we gewoon... laten we deze muur maar gewoon hier even uit gaan hakken. Ik heb nog meer furnaces. Nou, mooi. Die kun je er mooi bovenop plaatsen. Dan hebben we een mooie furnace cluster. Ik zal heel even dit zo doen en dan. Zo. Ik niet. Oh, dit is. Oh, dat heb ik wel open gelaten. Haha. Dus ik. Ik heb de neiging om alles met smoothstone af te dekken zodat. Ook door X-rayers die zien, zeg maar. Ja, dat kan op zich wel. Als je de dirt nou in één regel plaatst, dus eentje open laten. Ja. Dus deze bijvoorbeeld heel even weg, zo. Ja. En dan hier de dirt, zeg maar, deze, langs deze zo, inderdaad, ja. Dan kun je weer water doen. Ja, als je een momentje hebt, dan ga ik hem even zo maken dat we de dingen ook kunnen plaatsen. Sugar canes, even kijken hoor. Zo. Weet je wat het is? Ik ben niet zo heel bang voor X-rayers. Ik ben hier moderator en als er iets aan de hand is met X-rayers, dan komt het helemaal goed. Nou, dan kun je hier mooi de sugar cane plaatsen op die 4 blokjes. Oh, ze zitten in je kist. Oh, ik zet ze er wel even in. Hey, Jos hier. 30 porkchop. Kijk. Vooruit. Hoppa. Heb je er nog eentje gestolen? Smicht. Kijk, en dan hebben we ook alweer sugarcane. Het enige wat we eigenlijk nou nog moeten hebben is... Wortels kun je ook planten. Maar wat we eigenlijk moeten hebben is koeien. We moeten eigenlijk een koeien gaan vinden die hier ergens op gaan slaan. Die zijn bij ons geweest. Ja, maar... Die kun je niet helemaal meenemen, joh. Nee, dat is een beetje vervelend. Maar als we helemaal koeien hebben, dan kunnen we ook boeken gaan maken. Dan kunnen we ook als we boekjes gaan maken om te gaan lezen. Ik ga een boek lezen. Ik versta er niks van. Kan je een vis enchanten? Want ik heb wel eens bij Hunger Games een vis met trappers één gehad. Ja, maar dit is niet Hunger Games, hè? Een soort van, want het begint met de H. Dat is waar. Hey, ga je hem helemaal uitbreiden? Hier, nou, ik ga je wel even een wat stukken groter maken, ja. Wacht even, laat mij maar even. Hop, pakje. Juist. Houden we het hier heel even bij. Zo, oh. Oh, wat gezellig. Dit is
binnen. Kijk uit, ik zal het even fixen dat we daar gewoon een dakje hebben. Oh. Even kijken hoor. Nou, ik het weer. Dat geeft niet. Zo, dit is het dakje. Dan kunnen we hier de rest weer weghalen. Ik ga iets heel leuks doen. Ha! Heeft iemand nog een lilypad? Nee. Die heb ik niet meegenomen. Maar dan kun je hier wel mooi overheen lopen. Dat is wel handig. Oké, zeg. Kijk, nou, dan gaan wij maar eens even een beetje deze basis versieren. En dan zien we jullie weer in de volgende aflevering. Ja, ik denk het wel, ja. Vond je het nou leuk? Laat een duimpje achter. En dan gaan wij gewoon weer lekker verder met HCSMP opnemen en uploaden. Want daar werd het wel weer eens tijd voor. In ieder geval, tot de volgende keer. Ja. Hey, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, mensen.